iedereen, leuk dat jullie weer kijken. Ik ga vandaag voor jullie de ladder bracelet maken, dus de ladderarmband. En als je deze ziet, snap je denk ik wel waarom. Het zijn een soort van treetjes die hier zitten. Ik ga jullie laten zien hoe je deze armband makkelijk kunt maken. Hij is niet ingewikkeld. Ook weer met een verlengingje eraan. Mocht je nou geen verlenging willen, dat je dat niet mooi vindt en je wil gewoon dit armbandje helemaal rond maken, zorg dan dat je twee van deze hebt. Want ik denk dat je dan helemaal tot, dat je anderhalf wel echt nodig gaat hebben. En dan kun je hem gewoon aan elkaar vastmaken en kun je doorloomen naar boven. Dan hoef je niet met zo'n verlenging te werken. Maar die verlenging zit aan de binnenkant van mijn pols, dus ik vind dat niet zo erg. Dus ik ga je laten zien dus hoe je deze armband gaat maken. Met drie kleuren doen we dat. Wit, blauw en geel. En dus ik zou zeggen, kijk mee en hopelijk kun je hem straks ook maken. Zo, wat je hiervoor nodig hebt, is natuurlijk je loom en drie kleuren bandjes. Zo, ik ga je eerst even laten zien wat je nodig hebt om dit armbandje te maken. Allereerst natuurlijk je loom, drie kleuren bandjes. Althans, ik doe het met drie kleuren bandjes. Dat is natuurlijk helemaal aan jezelf hoe je het armbandje gaat invullen. Een haaknaald en tot slot natuurlijk een slotje. Ik heb hier een S-slotje, maar een C-slotje kan natuurlijk ook. Dan zeg ik, laten we beginnen. Laten we beginnen. Als eerste pak je een bandje. Ik gebruik deze blauwe. Middelste onderste naar deze boven. Zorg ervoor dat de openingetjes van de loom van je afstaan. En dat je het driehoekje op deze manier hier hebt. Dus de middelste staat één rij verder naar je toe. Nu doen we hetzelfde aan de andere kant. Van het midden naar rechts. Zo. En nu gaan we hier naar boven werken. Ik doe dit om en om met blauw en geel. Dat worden mijn kleuren. Dus blauw. Zo, geel. Blauw. Deze gehad. Dus we doen er geen eentje op die laatste. Dan gaan we van geel naar het midden. Ditzelfde gaan we nu ook aan deze kant doen. Als je bij deze laatste aangekomen bent, weer eentje naar het midden. Druk ze allemaal even goed naar beneden. Dat maakt het loomen zo meteen een stukje makkelijker. En dan ziet het er dus zo uit. Hier zit hij dicht en hier zit hij dicht. Nu pak ik een bandje. Nu gaat deze van de tweede van onderen aan de linkerkant naar de tweede van rechtsonder. Zo. En dit gaan we ook weer doen naar boven. Dus nu gaan we naar deze twee. Doe een bandje overheen. Ik gebruik de kleuren hier weer andersom. En zo, dan ziet het er zo uit. Nu ga ik met de witte bandjes even wat in het midden doen. Dus zorg er weer voor dat de onderste echt weer naar jou toe wijst. Dus de opening van de loom weer van je af. Dan gaan we de witte van de eerste naar de tweede. Naar de derde. Heb je dat gedaan, gaan we op die laatste weer die catband plaatsen. Dus een elastiekje, achtje en weer om twee vingers heen. En die gaat om deze laatste. Zo. Nu kun je je loom omdraaien. Dus met de openingen naar je toe. Wat we nu gaan doen,
is deze witte bandje gaan we zeg maar weer dubbel vouwen. Dus die ketband gaat opzij. En die witte die pak je op. Oh, daar heb ik ook een blauwe. Die witte pak je op. En die vouw je hier omheen. Zo. Zo gaan we weer helemaal naar boven werken. Dus hier achterlangs. Die witte pakken. En hier omheen. Nu gaan we nog weer die bandjes plaatsen van links naar rechts elke keer. Dus dan komt er eentje overheen. Dus zoals hier heb je die blauwe zitten. Daar gaat, doe ik dan even in dit geval een gele overheen. Dus ik doe het nu om en om. Wat we nu gaan doen is dit blauwe bandje wat hier zit, die gaan we dubbelvouwen daarheen. Dus doet dat die twee bandjes aan de kant, die eerste. Je pakt hem op en je vouwt hem daarheen. Dan doen we dat ook met die andere naar rechts. Zo. Nu gaan we hier helemaal naar boven werken. Dus alles naar achteren. Gele pakken. En dubbel. Doe die blauwe. En doe het wel voorzichtig, zodat de elastieken natuurlijk niet knappen. Doe het ook bij de laatste. En vergeet niet ook deze daarheen te doen. Zo. Nu gaan we precies hetzelfde doen aan de andere kant. Die laatste niet vergeten. En diegene die schuin moet. Zo, dan ziet het er zo uit. Wat we nu gaan doen, dan kunnen we zo het armbandje eraf halen. Steekt in naald weer. Steekt de naald hier doorheen. Allemaal even iets naar achteren. En je haalt hem eronder door. Zodat je naald tussen al die bandjes door hebt. Pak je een bandje. Doe je om je naald heen. Je trekt hem via dezelfde weg weer terug. Zo. Doe je er ook omheen. Zo. Dan zit hij dus eigenlijk weer aan je naald vast. Zit dus eigenlijk aan je naald vast. En dan doe ik dit altijd even iets verder naar boven. Zo. En dan zit hij eraan vast. Wat we nu kunnen gaan doen, nu kunnen we het armbandje los gaan halen. Dus die kunnen we er nu af gaan trekken. Doe het wel echt met beleid weer en voorzichtig. Dan heb je hier je ladder bracelet met geel en blauw. Maar ja, goed, hij is nu natuurlijk nog te kort voor om je pols heen. Dus ik ga nog even de verlenging maken. Ik laat die verlenging eigenlijk in elke video zien, maar ik zal hem hier ook nog eventjes weer laten zien. We beginnen weer met de openingjes van je af. En ik maak een verlenging van 6 bandjes. Dus dat doen we hetzelfde manier als je eigenlijk een standaard armbandje maakt. Dus je gaat van, dus gewoon van 1 naar 2, 2 naar 3, 3 naar 4, 4 naar 5 en van 5 naar 6. Zo. Nu gaan we deze die je hier aan je haaknaald hebt zitten, gaan we eraf halen. En die doen we hier omheen, om de nummer 6. Draaien we hem om. Nu moeten we dit nog even gaan loomen. Dus wat we doen, ik trek deze eventjes naar achteren. Ik pak die gele van binnenuit. Doe hem hier overheen. Dan kan ik die weer loslaten. Zo ga ik dit helemaal af.
En de laatste. Zo. Wat ik nu als eerste ga doen, is ik pak het slotje. Deze. Die ga ik aan deze twee laatste gele vastmaken. Klik je er zo omheen. Zo. Nou kan je armbandje loshalen. Dan is dit je verlenging. En dan kun je de andere kant eraan vastmaken. Dan kun je eventueel nog altijd even je vinger doorheen doen. Dan is dat makkelijker. Et voilà. En dan is dit je leather bracelet. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze loom video. Ik hoop dat jullie het leuk en leerzaam vonden. En ik zie jullie graag de volgende keer weer. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dit soort video's leuk vindt en meer van dit soort video's in de toekomst wilt zien. En doe alvast een blauw duimpje omhoog mocht je dit een leuke video vinden. En ik zie jullie graag dan de volgende keer weer. Doeg!